We praten hier over een nieuwe droogtechniek die vocht uit perslucht haalt. Als je perslucht maakt, comprimeer je omgevingslucht en daar zit vocht in. En dat zou allemaal in je leidingnet komen en op ongewenste plekken eruit komen. Gereedschap, voedingsmiddelenindustrie, waar je absoluut geen vocht bij je productie wil hebben. Als je praat over vocht in perslucht, dan is het misschien goed om even te zien hoeveel vocht we maken wanneer we perslucht maken. En dit is de hoeveelheid die je maakt eigenlijk in een 8-uurige werkdag met een 22 kilowatt compressor. We praten over 75 liter vocht die in het leidingnet gebracht wordt. Hoe doe je dat? We halen er een deel uit met koeling en we halen er een deel uit met adsorptietechniek. Dat bestaat uit een koelsysteem en een adsorptiesysteem. En die hebben we op een slimme manier aan elkaar gekoppeld, waarmee we dus de koude, afgekoelde lucht, waar een heel groot deel van het vocht afscheiden, en daarna die kleine hoeveelheid vocht met die energetisch duurdere technologie eruit halen met dat soort techniek. Het grote voordeel is dat we veel minder energie nodig hebben om kwalitatief hoogwaardige perslucht te maken. Die nieuwe technologie spaart heel veel energie en daardoor wordt het voor ook eigenlijk alle takken van de industrie mogelijk om met een hoge kwaliteit perslucht hun productieproces te voeden. Met de innovatieprijs willen we eigenlijk bereiken dat er aandacht komt voor deze nieuwe technologie. Maar dat we juist bij bedrijven die er nu nog niet bij stilstaan, ook deze mogelijkheid over het voetlicht brengen. En die toepassing eigenlijk aanwijzen waarbij zij hun productieproces kunnen verbeteren.